Je bent op je 7e begonnen met vechtsporten. Klopt. En je was toen al redelijk lang, zeg maar, op die leeftijd. Klopt. Dus het spelletje afstoppen en afstand houden, dat zit... Het is er ingebakken, ja. Met de paplepel in. Met de paplepel ingegooid, is dat nog steeds een techniek, eigenlijk een manier van vechten, wat je veel gebruikt ook? Ja, tuurlijk. Als je lengtevoordeel hebt, moet je dat ook benutten, vind ik. En uiteraard heb ik ook doorgeleerd, zodat je wat dichterbij kan vechten. Maar voornamelijk moet ik het van mijn afstand hebben, van mijn lengte. Je bent nog steeds ongeslagen in jouw carrière als vechter? Of eigenlijk als atleet, moet ik zeggen. Dat is wel wat mooier. Want is dat een ding wat ook druk met zich meeneemt? Dat het ook... Aan de ene kant tuurlijk wel. Maar aan de andere kant, ik probeer gewoon elke wedstrijd alles te geven. En als je alles geeft wat je in je hebt, denk ik dat je nooit kan verliezen. Nee. Ja, maar als je alles gewonnen hebt, heb je ook veel zelfvertrouwen. Als je nooit verloren hebt, je weet niet eens wat verlies is. Hey, want hoe ervaar je dat zelf, zeg maar? Want op dat gebied is de rol van vrouwen in de vechtsport altijd nog een ondergeschoven kindje. Ja. Hoe vind je dat, wat zou er moeten gebeuren dat er meer vrouwen zich toch in de ring gaan bewegen? Ik denk dat het in de loop der jaren zeker dat er een hele stijgende lijn in heeft gezeten. Als je nu kijkt op elk gala staan sowieso wel vrouwenpartijen. Nu, zakelijk gezien, kan ik ook mijn verdiensten eruit halen. En in combinatie met de sportschool die ik heb, gaat het allemaal prima zo. Die heb je onlangs geopend? Ja, anderhalf jaar geleden heb ik het, tenminste de sportschool bestond al, alleen ik heb hem overgenomen. En hoe is dat dan? Als ondernemer er ook, zeg maar, dat je zelf ook nog veel moet trainen natuurlijk ook. Ik heb gelukkig 15 vrijwilligers, hele lieve mensen om me heen. En die me altijd overal steunen, helpen waar ze kunnen. En baliediensten draaien. Uiteraard mijn lessen draaien, zodat ik zelf lekker kan trainen. In Den Helder? In Den Helder, ja. Sportsart. Even reclame maken. Sorry. Maakt ook helemaal niet uit. Nou ja, goed, als we dat toch een reclame... Laten we eens kijken of we voor jou reclame kunnen maken met jouw highlights. Okay. Even kijken. Fighting out of Den Helder, Netherlands, Jorina Jojo Baas. Good spot. Good luck. Nice. 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 Yeah, Beniesco in the blue gloves, Bars in the red. No feeling out process whatsoever. Beautiful right kick to the face by Bars, a couple of right hands. Feeding Jorina Jojo Baas. A clean sweep for Jorina Baas. Je hebt ook ooit een keer een gevecht gedaan tegen een Thaise transgender. Ja. Longtoon. Klopt. Hoe was dat? Bijzonder. Vertel. ik was er een hele tijd uit in verband met de knieblessure. De fysio had eigenlijk die dag groen licht gegeven van joh, je kan weer gaan optrainen naar eventueel een wedstrijd. Ja. En ik was op de terugweg naar huis en ik werd gebeld door de promotor van Jorien, je kan eventueel in oktober vechten tegen Longtoon. Nou, ik zeg, leuk, want ik heb net groen licht gekregen. Ik zeg, volgens mij had ik nog 8 weken. Ik zeg, kan ik mooi optrainen? En, tof. Hij zegt, ja, er zit alleen één maar aan. Het is een omgebouwde. Ik zeg, oh, oké. Van man naar vrouw. Van man naar vrouw. Dus, ik zeg, oké, ja, ik heb al ja gezegd, dus ik vind het goed, leuk. Dus, toen moest ik mijn trainers nog vertellen. Die waren iets minder enthousiast. Ja. Maar we hebben het gedaan en ik heb er gestaan. En, was het een heel duidelijk verschil? Het was laat ik het zo zeggen, de wedstrijd begon. Ze kwam die ring in en toen dacht ik echt, wauw, je hebt echt een mannenlijf qua spieren. Ja. Toen begon het, toen gaf ze me een afhouwer op mijn borst. Nou echt, ik vloog gewoon naar achter. En toen dacht ik echt, oké, waarom heb ik ja gezegd? Mm-hmm. Het verschil tussen man en vrouw is gewoon best wel groot. Maar goed, ik ging meer boksen en zij was meer Thais gerelateerd, dus veel schoppen. En ze wilde wat dichterbij komen. En door middel van het boksen heb ik gewoon veel meer punten gemaakt. En zo de partij naar me toe getrokken. Respect. Ja, dat was een pittige partij. Uiteindelijk heb je gewoon tegen de man gevochten natuurlijk. Qua ze was wel helemaal omgebouwd tot vrouw en alles. En ja, prima. Hormonen, alles. Ja, ja. Ja. De man, wat is het, 150 gram minder? Ja. Ze zei wel ook... Via zo'n 400 gram wegen, denk ik, weet. Maar goed, het is wel qua fysiek natuurlijk ook weer wel een duidelijk verschilletje. En natuurlijk de partij waar iedereen het over heeft, tegen Chris Cyborg. Waar nog steeds over gesproken wordt in vele sportscholen. Klopt, ja. Hoe is dat met die toch wel een soort fight fame, zeg maar? Ja, ook dat was wel een bijzonder verhaal. Zij vocht op een gegeven moment een Muay Thai partij bij een Lion Fight in Amerika.
En nou, toen stond ze een keer daarna weer gematcht voor een Muay Thai partij tegen een meisje waar ik tegen had gevochten, tegen Martina. Uiteindelijk is die gecanceld en toen dacht ik, weet je, ik trek gewoon de stoute schoenen aan en ik stuur die organisatie even een mailtje van, joh, ik wil wel tegen de vechten. Hop. En ik kreeg nog reactie ook en toen werd ik uitgenodigd om in Las Vegas tegen haar te vechten. En is het dan wel voor Amerika ook nog, zeg maar, word je daar dan ook voor betaald of is het omdat je zelf uitdaagt? Nee, 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 ik werd er wel voor betaald. Het was niet een hele vetpot of zo, maar goed, alles, reis werd voor mij voor de trainer betaald. Welk hotel? Hard Rock Hotel. Maar daar vochten we ook. Ja, ja, Mirage en Bellagio. Ja, natuurlijk. Jij hebt weer op stand weer meer gelezen. Ben je nooit een Hard Rock hoor? Hij moet er even. Ja. Dat is wel een mooi hotel, zeg ik. Hard Rock is leuk hotel. Ja, ik ben er wel geweest. Ja. Maar dat was. Ja, was een leuke ervaring. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dit is natuurlijk voor het vrouwenkickboksen ook wel iets waar toch wel over gesproken wordt. Ja, zeker, zeker. Een soort legendpartij bijna. Ja, maar mensen die zo zetten ze dat ook nog steeds weg in de media. En dat vind ik wel leuk, grappig. Toch? Ja, zeker. En in elk interview komt het ook elke keer weer terug. Dus ja, op zich hartstikke positief. Ja. Zeker. We gaan het nog even over Lucky hebben. Lucky. Oh. Vertel, even voor de kijkers thuis. Nou, daar is hij. Lucky, dat is mijn pitbullachtige hond. Nee, dat is een hondje. En het was het hondje van mijn vader. Ja. Die is 12 jaar geleden overleden. En Lucky is zeg maar het enige tastbare wat we nog hebben. Dus dat is wel. Ik snap het. Dat is wel een dingetje, ja. Geeft dat ook nog een soort vorm van energie en kracht? Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Want hij kijkt je aan, hij kwispelt gewoon en dan krijgen we wat lekkers. En voor jou heeft natuurlijk veel meer een diepere betekenis. Zeker weten, zeker weten. Ja, je weet gewoon dat hij er altijd is. En inderdaad, dat hij altijd blij is om je eens te zien. Maar dat zijn elk dier is dat eigenlijk natuurlijk wel. Maar je hebt een speciale band met zo'n beestje. Zeker. Ja.